Yo Nintendo fans! Vet spelletje is Mario plus Rabbit Sparks of Hope, hè? In de vorige video hebben we Edge erbij gekregen. Nou ben ik benieuwd wat jouw favoriete Rabbits zijn en hoe hoog Edge in jouw lijst staat. Laat het weten in de comments. Oh, en nu je er toch bent, knal het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan, dan mis je geen enkele video. Dan gaan wij eens even kijken wat hier allemaal gaande is. Wat is dit dan? Ontgrendel de buis met 12 Sparks. Zoveel heb ik er nog niet. Ik heb er pas 4. Wat is dit? Oh, dat is nog een keer de baas. Deze tempel is echt nog vet groot gewoon. We moeten dus de vuurtoren in. Maar er is hier nog vet veel te beleven. Kan ik dit halen? Ja? Oh, en doorrennen. Yo, we moeten echt super snel rennen om dit te halen. Doorrennen, doorrennen, doorrennen. Ja, nice. Oké, cool. En nu hebben we het. En er ligt een kistje. Maar volgens mij willen ze dat we hier naartoe gaan, zodat we richting die vuurtoren gaan. Oh, snap. Daar is de vuurtoren. Ja, ja, ja. En daar is de lichtsparkel. Kan je mij helpen om de vuurtoren binnen te gaan, lichtsparkeltje? Ja, toch? Ik vind het een baasje, hoor. Sorry dat ik niet meer kan doen. Ik kan niet zo goed vechten als jij. Tot de volgende keer, doegie poegie. Zal ik voortaan zomervideo's afsluiten? Met Doegie Poegie. We gaan de vuurtoren binnen, ja. Yeah. Versla de bewaker die het duisternis ei beschermt. Oh, daar is die. Kom dan, kom dan. Tackle je. Hij tackelt mij. Oh, snap. We moeten weer tegen zo'n tijger. Die tijgers die blijven terugkomen. Maar is deze dan net zo sterk als die baas? Of is dit een mini-tijger? Hey, hallo Luma. Wie ben jij? Dit is Aquazar. Als wij dit gevecht winnen, dan sluit Aquazar zich bij ons aan. En dan gaat hij nooit meer weg. Nou, deze gasten kunnen van alles in de fik steken blijkbaar. Oké, even kijken. Hij heeft 690 HP. Heeft deze wel zwakheden? De wildklauw is zwak tegen spetters. En resistent tegen brand. Oké, dat is dan jammer. Ik blijf een beetje achterin. Dan gaan we deze guys even raken hoor. Wat ze vlot. Lekker. Ik denk dat het slim is om ze één voor één een beetje uit te proberen te schakelen. Dus ik ga met Mario lekker hier naartoe. Oh, kan ik jou weer net niet tackelen? Nou, dan schiet ik je gewoon kapot. En dan ga ik die andere guy daar ook raken. Lekker dit. Oké, nou is Rabbit Peach aan de beurt. Die gaat hier naartoe. Zou je twee keer een heldensprong kunnen doen trouwens? Nee, één keer. Dan gaan we die vijand daar ook even uitschakelen hoor. Top. Oké, let's go. Tegenstanders de beurt. Jij gaat sowieso niet redden om mij aan te vallen. Jullie met jullie vuur wel. Ik vertrouw jullie niet, jongen. Ik moet snel naar die vuurchappies, denk ik, toe. Kijk, oké. Ik ga nu in ieder geval iedereen beschermen met Edge. Dan pakken we 25% minder damage. Dus dat wil je wel hebben. Dan ga ik nu heel snel hier naar boven. Ja. Oh, ik kan alleen niet schuilen. Edge kan weer niet schuilen. No. Oké, we moeten Edge helpen. Mario, let's go. Oh, maar deze gasten blijven ook vet lang leven, joh. Oké, Rabbit Peach, let's go. Jij kan sowieso helpen. En dan kunnen we deze andere vuurguy ook alvast verslaan. Toppie. Krijgen nu de tegenstanders de beurt. Oh, ze komen net. Ja, ze komen wel bij Mario. Ik denk dat het een heel goed idee is om gewoon lekker weg te rennen. En hem dan gewoon voor zijn pampers te schieten. Wat ze verlos. Dan komt hij weer naar mij toe. Dan moet ik hem straks lekker weg gaan lokken met Rabbit Peach natuurlijk. Go, go, go. Lok hem weg. Piep, 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 piep. Oké, Edge, nou moet hij weer naar jou toe komen. Oh, kan hem niet raken. Oké, dan heeft Peach een probleem. Maar Peach heeft de meeste health. Dus op zich kan Peach denk ik wel één keertje overleven. Auw. Oh, kunnen we hem tackelen? Ik wist niet eens dat we hem konden tackelen. Oké, dan moeten we nu gewoon vol op de aanval met z'n allen. Let's go. Korte met te maken met die gast. Kijk, Edge kan hem slopen. Heerlijk. Dan moet Mario even zorgen dat hij die andere guy nog kan pakken. Als hij gaat lopen, gaan we hem in ieder geval schieten nu met helder zicht. Let's go. Op zijn bakkes, jongen. Kom op. Oh, we raken hem gewoon niet. Oké. Nou, ga maar lopen dan. Wat ze vlot. Oh, hij is ook gelijk dood, joh. Jeetje. Lekker gedaan, jongens. Wat lachen die Luma's die ook boven ons zweven. Want nu hebben we een waterluma erbij. En die kunnen we dan bijvoorbeeld aan Rabbit Mario geven. Ik breng gelijk alle Luma's even naar level 2. Ook de reflector. Die hoorde natuurlijk bij Luigi. En de waterluma gaat ook gewoon lekker gelijk naar level 2. Wat is deze blauwe buis? Waar komen we uit als we de blauwe buis ingaan dan? Oh, dit is volgens mij waar we moesten zijn. Hier is een P-knop. Ik ben benieuwd wat er gebeurt. Als we op de P-knop drukken, dan kunnen we die muntjes pakken. Ah, dit is een muntuitdaging. Oké. Gaan we hier naar beneden. Springen. Snel. Go, go, go. Lekker. Deze drie. Deze drie. Deze drie. En dat is het. En wat krijgen we dan? Oh, we krijgen twee dingen. Dit was de blauwe muntuitdaging. Dan krijgen we een kistje met muntjes en nog een herinneringkie. En die gaan we niet allemaal lezen. Tackle het ei. Pak het ei. En gooi het op dit oog. Oh, oh.
Ja, wel. We gaan naar boven, naar de vuurtoren. Er zal al flinke vuurtoren zijn. Okay, wat is dit allemaal? Dit is een blauwe knop. Kunnen we iemand hier op laten staan? Of moeten we hier iets op zetten? Waarom kunnen we niet gewoon fixen dat iemand op dat blauwe knopje blijft staan? En dat die anderen gewoon even dat dingetje gaan pakken? We zijn toch een team? We moeten toch samenwerken? Anyway, we plaatsen hem hierin. Dan kunnen we verder naar boven. Ik zie hier heel veel muntjes. Ja, ook een vijand. Dat dacht ik al. Oh, hier een paddenstoel. Itempie. Tackle! Kijk, nu hebben we hem wel. Oeh, we hebben de hulp van bommetjes tegen een tijger. Of zoals ik nu zo'n bom heb getackled en hem bovenop die tijger gooit, wordt hij dan boos? Nou, dat vindt hij niet leuk, hè? Hier, zwaard op je bakkes. Wat ze vlot. Oh, maar we moeten wel oppassen. Alhoewel, Team Spronky. Gaan we lekker rustig hier naartoe. Tackelen we deze bom. Pakken we die op. Gooien we die op zijn bakkes. Kijk. En dan ga ik hem gewoon met Mario kapot maken. En dan hoeft alleen het bommetje nog even kapot. Lekker gedaan, jongens. Hoppakee, in één beurt. Yo, zijn we er al zo'n beetje? Zijn vuurtoren is natuurlijk wel echt knijterhoog. Dit tackelen, eitje pakken, op zijn hoofd gooien, zo, ja. En dan deze verplaatsen. De vuurtorenpuzzel is nog niet zo moeilijk. Hey, zijn we er? Oh, ik loop even tegen een balk aan met mijn hoofd. Ja, we zijn zo te zien bij de top. Hopelijk kunnen we ervoor zorgen dat het weer hier een klein beetje beter wordt. Want ik word wel een beetje chagrijnig van dit weertje, hoor. Ik kan op A drukken. Wow, het is het gevecht tegen de grote duistermisogen hier op de vuurtoren. We moeten dus continu van die eieren, denk ik, vinden en die er bovenop gooien. Of bommen. Oh, we moeten de bommen opgooien. Wow! Wat is dit voor slijm, man? Hij wil ook met me mee. Toxinami. Oftewel een giftige Luma. Ja, we moeten gewoon al die ogen eraf halen. Ik ga wel even mijn team genezen. Zo, dit was wel even nodig. Hier zijn ook weer van die vuurmannetjes. Dus dan heb ik eigenlijk nu iemand nodig met waterluma's. Dat zou betekenen dat ik Luigi mee moet nemen. Of zou ik Sparks kunnen wisselen? Oh, ik kan gewoon Sparks wisselen. Moest trouwens niet Luigi hebben. Ik zou Rabbit Mario moeten hebben. Maar ik kan natuurlijk ook gewoon zo wisselen. Dan kunnen we Rabbit Peach blijven gebruiken. En dan in de volgende video gaan we een nieuw team testen. Maar nu nog even met het vertrouwde team. Let's go. Dus ik tackle deze bom. Die pakken we op. En die gooien we dan erbovenop. Oh, en dan zijn er gelijk twee kapot. Oh, ik kan ook gewoon op die dingen schieten. Dat is misschien nog wel een slimmere keuze. Want dan... Nee. Of heb ik nou gewoon gemist? Dat kan natuurlijk ook, hè? Ja, zie je. Ik kan ze wel raken. Kijk. Oké, helemaal goed. Helemaal goed. Dan gaan we deze rabbit kapot maken. En dat oog nog. En dan ga ik even mijn helderzicht weer aanzetten. Zoals iemand mij wil aanvallen, dat niet gaat lukken. Ja, en dan gaan we de beurt doorgeven aan de tegenstander. Eens kijken wat zij allemaal gaan doen. Zij willen op Mario schieten, hè? Ik wens ze veel succes. Ik ga even voor de teamsprong. Dan gaan we hier naartoe vliegen helemaal. Even deze tackelen. Dan hier achter staan. En dan deze vijand alvast uitschakelen. Kijk, dat gaat top. Zorgen dat je zelf niet geraakt wordt. Wel jammer dat ik nu precies niet meer erbij kan. Nou, dan gaan we maar gewoon vanaf hier ogen kapot schieten, hoor. Dat kan ook. Edge! Oh. Edge, die blijft een beetje achter. Sorry, Edge. Dit was misschien niet zo heel handig. Oké, keer uit voor de bom. No! Potverdorie. Oh, heeft Mario nu een probleem? Ik denk dat het wel meevalt. Mario gaat in ieder geval even nog aanvallen, want die kan natuurlijk twee keer schieten. Ik ga één keer op hem schieten en op het oog, denk ik, om dat oog weg te halen. Ja, Edge moet even zorgen dat we geen niet in onze rug geraakt worden. En dan gaat Rabbit Peach op die verre vijand schieten. Hopelijk met waterkracht. Nee, niet met waterkracht, want dat heb ik net niet aangezet. Dat was niet zo slim. Was niet mijn beste beurt, jongens. Was niet zo tactisch. Dus even kijken wat er gaat gebeuren. Die twee daarboven met die vuurkrachten proberen ons te raken. Lukt gelukkig niet. En hij rent weg. Dus dat is ook wel chill. Maar raakt Rabbit Peach wel. En nou stoppen. Nou is er... Oh, Mario wordt ook geraakt. Eventjes Edge weer erbij halen. Ik denk dat dat wel nodig is. Edge gaat hier landen. Rabbit Peach gaat in ieder geval hem tackelen. En ik ga ook even mijn spetteraanval aanzetten. Want nu raak ik mensen met de vuurkracht dus extra. En dan kan ik die grappie daarboven dus uitschakelen. Kijk, toppie in de lava. Deze guy tackelen we kapot. Dan ga ik hier staan. Zet ik mijn helderzicht weer aan. En dan schiet ik die guy die naast me staat even kapot. Zou lekker zijn als ik hem ook nog kan raken. Maar de kans... Ja, lekker. We raken hem ook nog. Nice. Oké, dit gaat lekker soepeltjes. Hotse flots. En hij wordt nog even door Mario geraakt. Daar komen de nieuwe vijanden. Maar we zijn alweer aan de beurt, joh. Edge gaat springen. Kan die naar boven? Haal ik dit? Zou lekker zijn, want dan kunnen we ervoor zorgen dat er geen vijanden komen. Kijk, precies. Toppie. Heerlijk, Edge. Wat een teampie, joh. Alright, dan gaan we naar voren met Rabbit Peachy. Let's go. En dan ga ik met Rabbit Peach even een bom laten ontploffen. Zodat die enemy daar, hoppakee, lekker geraakt wordt. Dus even kijken waar Mario terechtkomt. Die komt hier terecht. We gaan wel proberen om die vijand daar uit te schakelen. En dat lukt ook nog eens. Oh, bijna.
Net niet helemaal. Oké, de vijanden zijn weer aan de beurt. Die beginnen nu waarschijnlijk ook te schieten. Maar die gaan mij niet raken, vriend. En jij dan? Jij gaat mij ook niet raken, vriend. Jammer, joh. Let's go, Edge! Beam! Heerlijk, man. Die Edge, die raakt ook best wel veel. Is echt super chill. Oké, gaan we even naar voren lopen met Mario. Die doet even lekker de teamsprong. En dan landen we hier ergens, denk ik. Ja, joh. Heerlijk. Perfect. Even tackelen. Kan Mario weer twee van die ogen kapot schieten? 1 en 2. Lekker. Dan kan Peach deze vijand slopen. En dan zijn er volgens mij gewoon geen eens meer vijanden nu. Kijk maar, de vijanden zijn aan de beurt. Oh ja, kijk, ze willen nieuwe vijanden hier brengen. Maar ik ga nu ervoor zorgen dat deze laatste twee ogen weggaan. En dan ben ik heel benieuwd wat er gaat gebeuren. We zijn klaar. Het gevecht is voltooid. Lekker gedaan, gasten. Dit ging zo soepel. En we hebben een gezuiverd duisternis energiekristal hebben we binnen. Alle heroes gaan een leveltje omhoog. Ja, en het, nu regent het nog, hè. Maar beter wordt het gewoon lekker weer, die hoor. Ja, het stopt. Kijk, het zonnetje begint weer te schijnen. En dan is dit sowieso een prachtig eilandje, jongens. Kijk, ze staan met z'n allen. Het lijkt een beetje op Santorini met die huisjes. Prachtig Grieks eilandje is dat. Ik hou ervan, ik ben er ook wel eens geweest. Ik ben wel blij dat daar geen rabbits waren, want dan zou het natuurlijk helemaal fout gaan. Laat lekker de visjes zwemmen, joh. Jij gaat lekker zonnen met je mooie cheap cheap. Oh, jij gaat DJ'en! Of ga je gamen? Wat gaat hij eigenlijk doen? In ieder geval, het eiland ziet er weer mooi uit. En Augie is denk ik ook blij. Hoe kun jij zo hoog springen? Doe je beenspieroefeningen, vraagt Rabbit Mario aan Augie. Hij is gewoon blij dat de zon er is en dat Bakenstral terug is. Yo! Nou ja, er is daar nog wel een tentakel. Augie vertelt ons een geheim. Gisela, die heeft een paar kopstukken. Dus hele belangrijke mensen. En dat zijn de sparkjagers. En die zijn geweest voordat wij hier naartoe kwamen. En die zeiden, als Augie ze niet alle spark zou geven, ze iedereen tot pizza topping zouden hakken. En Bipo die zegt, dan gaan we alle sparks redden die we kunnen vinden. En dan worden ze maar lekker boos op ons. Geen enkel probleem. Augie die zegt, er zijn minimaal 3 van die jagers. Genie zegt, nou dan komen ze maar. Wij kunnen nu naar de pegel pieken, maar de teleportatietunnels die werken 2 kanten op. Dus we kunnen altijd nog terug hier naar het strand. Wij zijn Kuluka. En Kuluka betekent gekozen familie. Jullie zijn mijn gekozen familie. We zijn gelijk nog een level omhoog. Level 8. We hebben nieuwe missies ontgrendeld. En dat zijn er nogal wat, joh, hier. Wauw. We kunnen het team weer upgraden door de kristallen. En eigenlijk is het wel makkelijk om dit gewoon lekker automatisch aan te vullen. Dan hoef je er zelf niet naar te kijken. Anyway, in de volgende video mogen we dus naar een nieuw eiland. Dus tegen jullie Kuluka's zeg ik vandaag, duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren en doegie poegie! Oké, mazzel!